Mocht je nou denken, hey, dat is een andere achtergrond dan anders. Dat klopt, ik ben alleen niet op stage, ik ben op bezoek bij mijn moeder. Vandaag gaan we het hebben over airbrush. En ja, nog zo'n belangrijk technisch iets. Een techniek die je echt als make-up artiest moet leren. En die super belangrijk is, zeker als jij in de film- en tv-wereld verder wil. Een airbrush bestaat eigenlijk uit drie dingen. Dus dat is een compressor, dus waar de lucht doorheen gaat. Dan heb je de slang die naar de airbrush zelf gaat. In de airbrush giet je hier de kleuren in die je nodig hebt. En met dit haakje kan je dus zorgen dat er daadwerkelijk kleur uitkomt. En met de compressor kan je zorgen dat je harder of zachter blaast. Dus dat er harder of zachter lucht doorheen komt. Waardoor je dus kan zorgen dat je heel veel of heel weinig spuit. En hetzelfde doe je eigenlijk met deze trigger. Dus daarmee kan je zorgen dat je heel smal en fijntjes kan werken. Of dat je grotere oppervlakte kan doen. Ja, wat ook leuk is om te weten is dat airbrush eigenlijk al sinds de jaren 30 in Hollywood films wordt gebruikt. En het wordt superveel in films gebruikt. Het is namelijk een hele nette, of in elk geval egale manier van werken. En het is een hele snelle manier van werken. En ik heb me ook laten vertellen dat op veel filmsets er gewoon een enorm ding staat met allemaal airbrush guns. En waar je dus met z'n allen aan de slag gaat en zo snel mogelijk iedereen mooi airbrush. Want het gaat echt van natuurlijk het gezicht en de make-up doen tot helemaal bodypainten en met mallen werken om tatoeages na te maken. Noem maar op. Dus de mogelijkheden met airbrush zijn echt enorm. Op school besteden we 2 volle zaterdagen aan airbrush. Nou, vooral hoe dat nu in elkaar zit. Dat betekent echt dat je van 9 tot 3 op school bent en van 9 tot 3 bezig bent met die airbrush. En de allereerste dag was echt het leren kennen van de airbrush, hem uit elkaar kunnen halen en weer in elkaar kunnen zetten. Dat was nog best wel een beetje een dingetje. Ik bedoel, zo'n airbrush bestaat uit allerlei kleine onderdeeltjes. En je moet dat uit elkaar kunnen halen en weer in elkaar kunnen zetten. Maar het was wel interessant om te zien van, oh, zo zit zo'n ding dus in elkaar. En daarna moesten we gaan oefenen, eerst op papier, om even te voelen van, oké, hoeveel afstand moet je houden, hoe dichtbij, hoe hard moet je hem zetten, noem allemaal op. Hoe kan je kleur mengen, hoe kan je dikker, al dat soort dingen. En daarna hadden we ons model mee en mochten we gaan een daglook gaan maken bij iemand. Dat vond ik eigenlijk in het begin nog best wel heel erg lastig. Maar na wat oefenen, dan merk je toch van, oh, oké, zo dicht moet ik hem bijhouden, zo hard moet ik trekken. Je moet het echt heel goed oefenen. En de tweede dag was het eigenlijk gelijk bezig met die daglook. Dus echt zorgen dat je iemand helemaal mooi opmaakt. En ik had thuis ook nog een beetje geoefend. En ik was ook super blij met mijn resultaat van de daglook. En in de middag mochten we bezig met het werken met mallen. Zoals ik zei, dat je als je volledige bodypaint en dat soort dingen doet. Of maskers maakt, wat wij in dit geval moesten doen. Kan je natuurlijk heel handig met mallen werken. Dus we werkten met netjes van een mandarijn, met kant, noem maar op. En het idee was om een masker te maken. En uiteindelijk was ik daar ook wel blij met het resultaat. Alleen moet ik nog even leren om helemaal recht te werken. Maar ja, ook met het mengen met de kleuren, dat soort dingen. Dat vraagt gewoon wat tijd en oefening. Maar ik vond het wel super leuk om te doen. Dus het is voor mij zeker iets wat ik ook door wil zetten. En meer wil gaan oefenen en meer wil gaan doen. En het voordeel van het werken met airbrush is natuurlijk ook, het droogt super snel. Zeker als je de goede producten gebruikt die echt bij de airbrush horen. Op het moment dat je het erop spuit is het eigenlijk gelijk droog. Dat maakt het ook lastig om mee te werken. Maar daardoor heb je wel, als je eenmaal bezig bent, dat je dus super snel klaar kan zijn. En ja, het blijft super lang zitten. Veel langer dan de gewone make-up die je met een kwast of met een spons aanbrengt. In principe kunnen mensen gewoon echt de hele dag door en ze kunnen erin zweten en doen. En het blijft eigenlijk gewoon nog steeds heel goed zitten. Dus vandaar dat het dus ook op filmsets heel veel wordt gebruikt. Mocht je nou meer willen weten over wat er allemaal op school gebeurt, kijk dan vooral ook naar mijn andere video's. Mocht je meer willen weten over de lessen, dat soort dingen, kijk dan even op de website van de fysiciëschool. Er zijn een aantal oriëntatiedagen die er aankomen in maart. Dus meld je daar ook vooral voor aan. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar.
En volg ons op Instagram en daar kan je het werk ook bekijken van andere studenten. En tot over 2 weken.